Goedenavond allemaal, Melouki Kadalamp, jurylid. Aan mij de eer om te beginnen met de toekenning van een prijs van het Amsterdam Buurtfilmfestival. Mooie gedachte door Kibret. Wat ik wil doen is eerst noemen de film die vanuit het filmlab zijn ontstaan. Allemaal prachtige films. We hebben natuurlijk een keuze moeten maken. Dat onverletten zijn allemaal van heel sterke en mooie kwaliteit zijn. Gefeliciteerd aan de filmmakers, gefeliciteerd aan Kibret. En we hebben dan vier films in het filmlab. En dat zijn de bekende onbekend van het Marie Heinekenplan. Daarnaast hebben wij de Sarfati Boulevard van Elise Kramer. We hebben de buurtmoeder, imam van Ohnan Donmez. En de dus succes van Sally Turker. En de winnaar is, bekend onbekende, een film van Nanette Korman en haar team. Nanette Korman en nu de uitreiking. Van harte gefeliciteerd. Het was ook een film die ik heb mogen zien, indrukwekkend. Een verhaal denk ik dat de buurt bij elkaar wordt gebracht door iemand die eigenlijk niemand kent, maar dat er ook misschien toch de centrale persoon is in zo'n buurt. Laten we dus vaker omkijken naar degene die we eigenlijk niet kennen, maar eigenlijk ook wel. Laat al inspiratie even als. Ik wil gefeliciteerd met deze mooie film. Jij bent dus de eerste die deze geweldige prijs krijgt. En daarbij zit er ook nog een tegoedbon, een cheque. Van harte gefeliciteerd. Supermooi. Dat was echt niet verwacht. En nogmaals, ik wil iedereen bedanken. Ook Kibret, want als Kibret dit niet had georganiseerd, had ik hier ook zeker niet gestaan. Ook Jury, die de eindmontage gedaan heeft. En iedereen, ik ben super blij met deze super mooie prijs. En dan kan ik eindelijk een camera kopen, een echte camera. Want ik heb echt een heel groot deel gewoon met mijn mobiel gefilmd. Dus ik ben er super blij mee. En een applaus. Applaus voor het doel. Ja. Joehoe. Dankjewel. Super.